Hallo allemaal, mijn naam is Maria. Vandaag bespreken we hoe kunstmatige intelligentie, dus AI, informele netwerken kan versterken, met name in de gezondheidszorg en de energiesector. Ook bespreken we welke belangrijke rol start-ups spelen bij deze transformatie. Om te beginnen kan AI informele netwerken verbeteren door grote hoeveelheden data te analyseren om nauwkeurige en actuele informatie te bieden. Dit zorgt ervoor dat de gedeelde informatie betrouwbaar is, wat zinvolle discussies en samenwerkingen bevordert. In de gezondheidszorg kan AI het beheer van patiëntendossiers stroomlijnen, waardoor de behoefte aan uitgebreide laboratoriumtests wordt verminderd en kostbare tijd wordt bespaard. In de energiesector kan AI energieverspilling verminderen door consumptiepatronen te analyseren en de distributie van hulpbronnen te optimaliseren, wat zorgt voor efficiënt gebruik van energie en het voorkomen van stroomverlies. AI kan ook kennisdeling bevorderen door tijdige toegang tot informatie te bieden en gegevens te personaliseren op basis van individuele interesses. Het verwerkt grote datasets snel en biedt real-time inzichten die cruciaal zijn voor besluitvorming, zoals het aanpassen van energieverbruik op basis van vraag. Door trends en patronen te identificeren, kan AI helpen potentiële gezondheidsproblemen of verschuivingen in energieverbruik vroegtijdig te signaleren. Hulpmiddelen, zoals natural language processing, kunnen complexe gegevens vereenvoudigen, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn, of het nu gaat om het samenvatten van energierapporten voor beleidsmakers of medische informatie voor het publiek. Bovendien kan AI routinematige taken automatiseren, waardoor professionals zich kunnen richten op complexere projecten en de algehele effectiviteit van informele netwerken kan verbeteren. Het kan geografische kloven overbruggen door discussies op afstand mogelijk te maken en een verbonden gemeenschap te bevorderen die ideeën deelt in verschillende regio's. AI zorgt ook voor gegevensbeveiliging door geavanceerde methoden te gebruiken om gevoelige informatie in de gezondheidszorg en energiesector te beschermen. Een ander ding dat AI kan doen, is de optimalisatie van het gebruik van hulpbronnen ondersteunen door gegevens uit het verleden te analyseren om toekomstige toewijzingen te verbeteren, waardoor gezondheidsdiensten en energiedistributie efficiënter en gerichter worden. De op gegevens gebaseerde aanbevelingen kunnen de besluitvorming verbeteren, wat leidt tot beter beleid en partnerschappen. Startups spelen een cruciale rol in dit proces door innovatieve AI-oplossingen te introduceren. Hun flexibiliteit stelt hen in staat om zich snel aan te passen, nieuwe technologieën te testen en deze te verfijnen op basis van feedback. Deze startups kunnen ook samenwerking binnen informele netwerken stimuleren door de adoptie van AI-technologieën te bevorderen en verbindingen te versterken. In de energiesector kunnen ze AI-tools ontwikkelen die de efficiëntie verbeteren en hernieuwbare bronnen integreren, wat waardevolle inzichten biedt aan lokale overheden. Ze werken vaak samen met universiteiten en overheden om de nieuwste kennis te delen, wat het regionale begrip en aanpassingsvermogen verbetert. Door top AI-talent aan te trekken, bevorderen start-ups continu innovatie die de gemeenschap ten goede komt. Real-time analyses van start-ups kunnen netwerkactiviteiten monitoren en identificeren wat werkt, wat doorlopende verbeteringen ondersteunt. Hun vermogen om financiering veilig te stellen maakt investeringen in AI-innovaties mogelijk, wat leidt tot de creatie van nieuwe tools voor betere informatieuitwisseling. Start-ups kunnen ook nieuwe AI-toepassingen testen, hun effectiviteit aantonen en breder gebruik in netwerken aanmoedigen. Samengevat heeft AI een aanzienlijk potentieel om informele netwerken te transformeren door betrouwbare informatie te bieden die samenwerking stimuleert. De combinatie van AI en innovatieve start-ups bevordert effectieve interacties, met name op kritieke gebieden zoals gezondheidszorg en energie. Bedankt voor uw aandacht. Als u vragen hebt of meer informatie nodig hebt, neem dan contact met mij op via mijn pagina op www.maria.io.
Op mijn website kunt u ook aanvullende gedetailleerde informatie over dit onderwerp vinden.